Hallo daar, ik ben Maximiliaan en ik heb iets te maken met FOMO, net zoals de twee prachtige mensen hier naast mij. Ik ga ze zichzelf laten voorstellen als ook hun eigen karakter. We gaan beginnen met Ladies First, dus Steffi. Ik ben Steffi en ik speel Cleo. Cleo is een heel down-to-earth chick, maar alles maakt haar niet zoveel uit en ze maakt heel fucked up shit mee. Hallo, ik ben Leonard en ik speel Maurits. De bedweter van de groep. Ik denk dat hij ook wel ergens de oudste is. Maar niet de volwassenste. Heel goede opmerking. Maurits wil gewoon de game winnen. Zo simpel is het. En Cleo maakt dat niet uit. Ze wil gewoon vrienden maken, maar dat lukt haar niet. De dag van, want het is ondertussen nog geen spoiler meer, jullie worden wel degelijk vermoord in de film. Maar ik overleef het toch? Zij komen terug in het vervolg als zombies. Dat is ook geheim. Opnamedag waarin dat jullie werden vermoord was wel... Ja, hoe zou je dat beschrijven? Was dat een chille dag? Of? Alles wel wat chill. Allee, ik denk... Als ik er nu nog aan terugdenk, dan word ik soms nog altijd een beetje emotioneel. Omdat dat zo'n zware, ook donkere dag. We zaten echt in een bunker ergens. Zonder zuurstof. Zonder zuurstof, zonder zonlicht. Allee, ja, eigenlijk op een bepaald moment ook zonder stem. Dus ik was misselijk, ik was verdrietig, ik was angstig. Allemaal, ik heb allemaal moeten oproepen. En dan heeft dat toch wel echt een paar dagen geduurd voordat dat allemaal zo terug uitgebalanceerd werd. Ja. Ik heb nog een foto van u getrokken de dag dat jij uit die bunker kwam. Met uw puffy eyes en met uw onthoofde pop naast u. Mag die verwerkt worden in een video? Doe maar. Oké, okay, ja, dan is hier de foto van Leonard toen als hij uit de bunker kwam. Steffi, afgelopen jaren heb je al heel veel mooie dingen mogen doen. Je hebt aan de Gouden Kaas mogen meedoen. Je hebt ook al aan Bittersweet 16 al meegedaan. Nu uw tweede film, FOMO. Hoe was het om voor de tweede keer jezelf op het grote scherm te zien? En hoe was de ervaring van FOMO in vergelijking met die van Bittersweet 16? Oh, wat een kutvraag. Dat is gemeen. Heel veel mensen vragen aan mij, dus ik heb daar ook direct een antwoord op. Dat valt niet te vergelijken, omdat FOMO was heel anders. Dat waren nachten. Was ook al een cast die daar heel veel ervaring had. Bittersweet 16, dat waren allemaal jongeren. Dus dat valt echt niet te vergelijken. Maar als ik moet kiezen tussen de karakters, Angel of Cleo, denk ik dat Cleo mij veel meer heeft uitgedaagd. Mm-hmm. En dat ik daar heel veel heb uitgeleerd. Welk moment op set blijft jullie bij? Het kan positief, het kan negatief zijn. Ik weet niet wat dat... Oh, zoveel! Ik ga hier sentimenteel worden. Ween alsjeblieft voor de views, dat gaat zo leuk zijn. Ja. Moment dat jullie is bijgebleven? We hadden net gedaan met eten en het was een van de eerste draaidagen. En Nora en ik gingen naar haar auto om keiluide muziek op te zetten. We probeerden iedereen maar naar daar te krijgen, maar eerst stonden we daar maar met twee te dansen. En dan kwam iedereen, en dan kwam meneer ook, twerken en al. Oh, het was geweldig, we waren daar aan het dansen met iedereen. Ja, dat is ook wel een momentje dat mij echt is bijgebleven. Dat het even zo niet pure concentratie was, maar de zon scheen, het was goede muziek, leuke mensen rond u. Het was even zo een beetje zomerkamp of zo. Ja. En bepaalde scènes die in de serie gaan komen ook. Ah, ja, dat is ook nog misschien een kleine hint, want in de serie, ze zijn misschien wel dood, maar in de serie komen ze terug. Hoe dat ze terugkomen ga ik nog niet zeggen, maar ze komen wel degelijk alle twee terug. Wil ik jullie alle twee graag bedanken om hier aanwezig te zijn. En ook voor de prachtige neerzetting van de karakters. Het was prachtig. Maar jij hebt dat ook goed gedaan. Ja, maar ik heb gewoon maar geschreven. Gewoon maar geschreven. Dank je wel. Woehoe! Ja, amai, maar ik sta hier echt mijn bieden. Zo brood. Ik zei het ook. Amai, zeg jongens. Ik heb hier een wimper in mijn oog. Al de hele tijd. Ah, je zegt dat niet.